Ja, ter Apel, het is, het is een hele merkwaardige zaak. Want je zou denken eigenlijk dat ter Apel totaal niet waar, dat het daar gaat om, om tienduizenden, honderdduizenden mensen die we helemaal niet aan kunnen. Maar in feite is, is, het, is het aanbod dus van, uh, hoe heet dat, immigranten, vluchtelingen, is, is relatief beperkt, is niet verschrikkelijk groot. We hebben natuurlijk wel de Oekraïners gehad, maar die zijn op een hele andere manier behandeld. Daarvan is, las ik in de krant, eigenlijk de helft al aan het werk. Wat ons te denken geeft, zouden we niet sowieso eh, de procedures rond vreemdelingen die naar Nederland komen om wat voor reden dan ook, maar meestal natuurlijk gevlucht voor oorlogsgevaar of, of andere omstandigheden, zouden we dat niet veel meer langs het Oekraïners model moeten zien te organiseren dan we tot nu toe gedaan hebben. En wat natuurlijk in TAPEL aan de orde is, overigens, de problemen daar lokaal zijn bij mijn weten niet, niet speciaal opgelost. Het is meer een, een, een oplossing die, waarvan ze hopen dat die op de middellange termijn tot redelijke resultaten zal leiden. Wat we nog maar af moeten wachten of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, natuurlijk. Eh, eh, nee, het is. Eh, dus het, het probleem zelf is niet onmiddellijk opgelost. En. en het, het is iets wat ze zelf veroorzaakt hebben. He, dat is, het is dat rare uh, beleid wat is ten aanzien van binnenkomende vreemdelingen uh, steeds gevoerd is. Namelijk is er een ruim aanbod dan worden de faciliteiten die worden vergroot. En zodra het wat minder wordt, worden alle faciliteiten weer afgebroken, zodat ze bij de volgende gelegenheid weer overnieuw moeten beginnen in feite. He, zorg dan dat er een skeletachtige structuur intact blijft van die je snel kunt uitbreiden. Je hebt toch altijd het vage vermoeden dat nou ja, georganiseerde onwil hier wel een zekere rol speelt. Omdat dat politiek natuurlijk goed uitkomt en dat je natuurlijk al die paniekroepers hebt. Wat moeten we met al die luiën, dat kost geld en krijgen onze woningen. Die krijgen ze inderdaad deels, krijgen ze ook onze woningen. Maar goed, misschien zijn het wel mensen die het zodanig moeilijk hebben in het leven dat ze misschien wat eerder geprioriteerd moeten worden. Maar goed, het probleem is door de Nederlandse overheid zelf veroorzaakt. En we hebben het al vaker over gehad. Vrijwel alle problemen waar dit nogal hulpeloos spartelende kabinet mee zit en worstelt, zijn veroorzaakt door het wanbeleid van de Nederlandse overheid zelf. Want ook als je naar andere crisis kijkt, dan zie je steeds weer, nou ja, het compenseren van de mensen in dat, hoe in heet dat, het, beleid van al die uh, subsidies zal ik maar zeggen kom op uh, hoe heet dat nou toelagebeleid nee toeslagen toeslagenbeleid ja. waar dat is dan steeds bij mijn weten niet afgehandeld dat is een chaotische rommel dat wordt niet we kunnen aan Groningen denken natuurlijk we kunnen aan het stikstofdrama denken allemaal veroorzaakt door dingen te laten uh, voortslepen, te laten voortetteren de woningcrisis ja, de, goed, de woningcrisis, dat is zo'n merkwaardig probleem natuurlijk, omdat wij in 1945, dat is ondertussen natuurlijk, eens even kijken, 77 jaar geleden, nietwaar hadden wij een zeer ernstige woningnood en eigenlijk zijn we nu 77 jaar verder. We zijn ongekend veel welvarender geworden, ik geef toe, we hebben ook aanzienlijk meer inwoners gekregen dan toen, maar we hebben nog steeds woningnood. Op een of andere manier bouwen we altijd het verkeerde. Op de verkeerde plek, of we bouwen te weinig, of onze bevolking groeit te snel. Maar goed, nou, dat is niet voldoende gecompenseerd en nu zitten we nog steeds met woningnood. Hè, je weet, ja, achterlijke prijzen. Iemand vertelde me, ik ben nou even vergeten wie, over een kennis die net over de grens in Duitsland, ik meen in Kleef, voor een hele schappelijke prijs een vrijstaande woning met ruime tuin had aangeschaft. Nou, kun je natuurlijk tegenwerpen. De, de bevolking van Duitsland is niet gegroeid sinds 1945. Het hangt nog steeds op 80 miljoen mensen ongeveer. Het is een grensstreek, die zijn nooit populair natuurlijk. Maar dan toch, eh, nog België, nog Duitsland, ook voor België geldt geen sterke bevolkingsgroei. Niet waar, speelt dit probleem eigenlijk niet. Hoe kan het eigenlijk dat het daar niet groeit? Eh, ja, dat is een hele raadslachtige zaak. Waarom is de Eerste Nederlandse bevolking zo sterk gegroeid? Want in 1945, om dat nou maar even toch een startpunt te nemen, had Nederland 9 miljoen inwoners. Eh, toen was ik er al, dus ik, ik reken bijzelf, ik hoor ook tot de 9 miljoen inwoners, maar toen in een jeugdige versie. Nou, ik was toen twee jaar oud natuurlijk. Maar België had toen 10 miljoen inwoners. Dat is een hele komische zaak. België heeft nu ongelooflijk 11 miljoen inwoners. Wel iets gegroeid, maar niet significant. Niet waar? En wij hebben ondertussen bijna 18 miljoen inwoners. verdubbeling dus. Ja, wij hebben onze bevolking verdubbeld. Dat is uh, op zichzelf een uniek feit. Ja, en dan zou je natuurlijk, ja, de rechtervleugel zal de rechterzet zijn. zijn, allemaal immigranten. Nee, want die, die enorme expansiefase is natuurlijk in eerste instantie veroorzaakt door de zogenaamde babyboom. Ja, die boom die begint in het voorjaar van 1946. Je begrijpt waarom. Tel negen maanden op bij de bevrijdingsdatum en dan zit je ongeveer aan het begin van de babyboom. En die babyboom heeft geduurd tot uh, in de jaren 60. En dan ineens gaat heel snel of dat nou gerelateerd is aan een groeiende welvaart of dat het gerelateerd is aan een groeiende opleidingsniveau of aan de pil natuurlijk die vanaf het begin van de jaren 60 ter beschikking komt. Maar dan zie je ineens hoe dat die Nederlandse nataliteit eigenlijk heel snel achteruit loopt en zich aanpast aan een gangbaar West-Europees patroon. Maar jij koppelt dus de babyboom aan de bevrijding. Nou, dat is vrij duidelijk, ja. Maar andere landen Kijk zijn toch ook bevrijd? Ja, en, maar die hebben, die hebben minder geboomd. Ten eerste waren ze deels eerder bevrijd. Of, of je nou bijvoorbeeld in Frankrijk ook dat ook hebt. Heel interessant. Maar wij vertoonden toch een... Na de Tweede Wereldoorlog vertoonden wij een heel afwijkend... Uh, laten we zeggen, geboortepatroon. Nederland was een beetje een... een wij hadden het geboortepatroon van een derde wereldland, terwijl wij een eerste wereldland waren en zijn. En dat was natuurlijk vrij uniek. Dat is over zo'n ondertussen opgehouden. Dus we hebben ons sinds de laatste jaren zestig, wat betreft onze eigen geboorte, aangepast aan het gangbare patroon. En als, je, als er in, in Europa geen immigratie zou zijn... Zou de bevolking in een vrij fors tempo achteruit lopen? Ook in Nederland? Ook in Nederland, omdat Nederlandse relaties produceren, nou, ik doe het even uit het hoofd, ik denk 1,7, 1,8 kind per relatie ongeveer. En ja, je, hebt, je hebt ongeveer 2,2 nodig om de zaken op peil te houden. Zelfs de immigranten, die blijken na enige aanpassing aan de Nederlandse omstandigheden, in feite heel snel terug te zakken naar ons uh, geboortepatroon. Dus ik, bij mijn weten zijn turk relaties, die zijn even onvruchtbaar, als je het zo moet noemen, als Nederlandse. Ik dacht dat alleen eh, de Marokkanen in Nederland die vervangen zichzelf. Maar het is niet zo dat ze allemaal twaalf kinderen krijgen of zo. Nee, daar is geen sprake nee. van. Nee, En mensen worden ouder. De huisvesting ouder. maakt dat ook vaak onmogelijk natuurlijk. Ja, mensen worden ook ouder. Dus daardoor hou je de bevolking ook natuurlijk op Ja, taal. mensen worden ouder. Dat is natuurlijk een kostbare onderneming. En dat de oudere mensen natuurlijk aanzienlijk meer maatschappelijke kosten veroorzaken dan jonge mensen. Maar aan de andere kant heeft dat natuurlijk ook wel, heeft ook wel iets feestelijks natuurlijk. Al lees ik vaak dat ik bijvoorbeeld al heel ruim voorbij mijn houdbaarheidstermijn ben kennelijk weten mensen wat ongeveer de houdbaarheidstermijn is en het schijnt dat ik er overheen ben dus dat je ergens moet er op mij een stempeltje zitten weet je wel je hebt dat ook altijd bij ja. mijn voedsel staat altijd op tot hoe lang het houdbaar is ja. en daarna is. gaat het schimmelen ja al, al <laughs> is het vaak heel ruim genomen omdat ze geen zin hebben in problemen dus er wordt van alles weggegooid wat je heel gewoon op zou kunnen eten maar ja, ik, ik kan dat, tot nu toe heb ik dat etiketje bij mezelf niet gevonden. Ik denk dat de stempel ergens onder mijn voet zit of zo. Houdbaarheidstermijn verstreken, dus eh, wat zal het bij mij geweest zijn? Nou ja, ik denk dat mijn houdbaarheidstermijn toch al gauw een decennium verstreken is. Hè? Ja, je leest het altijd, dat is ja. kennelijk een, eh, Ik ben sowieso eigenlijk verbaasd, even denken aan mijn eigen lot. Eh, over de ongelooflijke agressieve discriminatie van ouderen. Want dat is toch eigenlijk een hele wonderlijke zaak dat, dat vaak de suggestie wordt gewekt dat als je boven de 65 bent, dat je al min of meer in de greep van Alzheimer bent geraakt, dat je eigenlijk helemaal niets meer kan, dat je per definitie allemaal verkeerde opvattingen hebt, heel anders dan jonge mensen waarvan je weet dat ze altijd de meest verfrissende, intelligente, samenhangende en coherente ideeën hebben. Terwijl ze de hele dag van die stomme computerspelletjes zitten te doen. Maar goed, laat ik de, niet te lang niet over deze thematiek doorgaan. Maar ik ben verbaasd over de, de wijze waarop eigenlijk eh, agressief en, en intolerant met oudere mensen wordt omgegaan. Ik las het ook, wel ook op Filip, straat. Ook op straat wordt gauw geroepen: hé, uh, hey, opa kun je niet uitkijken en nou, dat soort van dingen. Ja. Over Philip zeiden ze het nu ook, hè? bij de slimste. Dat zeiden, ja, die Philip die moet daar weg. Nou ja, dat zijn dus allemaal mensen die eigenlijk het. het wat er tijdens het programma gezegd wordt niet bevalt. Eh, want ja, Filip zegt volgens mij eh, bepaald, de enige die nog wel eens iets politiek zegt, dat ben ik. Dus ik moet natuurlijk ook weg. Dat mijn houdbaarheidsdatum ruimschoots overschreden is. Eh, ja, ja, waar die ligt, dat, dat is mij nooit helemaal... Duidelijk. Dit heeft natuurlijk verder niets te maken. Het is, gewoon een, het is gewoon schelden. Het is net dat je zegt van, hij is te oud, hij is te dik. Hij heeft een baard, hij heeft een neus, hij heeft twee ogen, hij kan niet deugen gewoon. Hè. Dat is gewoon helemaal verkeerd. Nou, dat, dat werk is het daar. Nu ik hier toch op dit thema heel even terecht ben gekomen, je moet toch wel een onbeschrijfelijke zak zijn als je anoniem scheldt op het internet. Hè. Dat je nog te lullig bent om je eigen naam erbij te zetten, dat is toch van... Niet waar dat je daar anoniem s'avonds deze berichtjes zit te typen. Wat een lul moet je dan zijn. Wat een, een lafaard. Wat een, wat een misselijk soort van mentaliteit is dat. Echt. Ik, ik kan daar niet over uit hoe treurig ik dat vind. Schelden prima. Nee, je weet, de samenleving hangt van schelden aan elkaar. Maar laat weten wie je bent. Ja, daar wordt altijd gerefereerd aan een. Een fragment van Peter R. de Vries, die die mensen is gaan opzoeken. En als je ze dan ziet, ja. Dan, ja. Uh, dan zijn ze heel aardig. Je hebt dat een keer met een Belgische man gehad, dat verhaal heb je al eens verteld. Ja. Dus het zijn mensen die zich verschuilen achter hun schermpje. Ja, ik vind het suf, maar goed. Het, 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 het lijkt mij dat het moet toch mogelijk zijn. Of denk je dat dat technisch onmogelijk is om, om mensen te dwingen met hun echte naam. Uh, of weet ik, veel met met, hè, je hebt die, die, die computers hebben toch allemaal een soort van code? IP-adres. Ja, precies. Ja. Eh, om, om de mensen te dwingen, om dat altijd eh, openbaar te maken. Ja, dat zou de, de politiek dan, of de bestuurders moeten dat dan wel afdwingen? Ja, nee, dat spreekt. Dat moet politiek afgedwongen ja. worden. Maar is het dan niet mogelijk om via het buitenland bijvoorbeeld toch weer nep accounts eh, op ja, te bouwen? via VPN kun je dat doen, hè? Oh, ja, in VPN je kun je zeggen ja. van ik zit in, uh, in, in Congo met mijn computer. En, uh, dan is het... ja. Maar goed, dat moet ook technisch moet dat te blokkeren. Ja, zijn. ik hoor het al. Maar goed, we, 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 dit was een zijspoor wat we even betreden hebben. Nou, nog één in ding over Twitter. Met, uh, Kijk, Twitter wil natuurlijk die, die negatieve shit, die willen ze allemaal bovenaan hebben staan. Want uh, dat uh, doet het veel beter dan alle positieve berichten. Ja, waarschijnlijk is dat zo. Mensen reageren natuurlijk veel scherper op, op slecht nieuws, uh, negatief nieuws, schelden dan ze doen op positieve dingen doen. Ja, wat een heel begrijpelijk. Ja, want je moet natuurlijk een beetje, een beetje Ja, je moet uh, uh, de mens leidt in zekere zin of denkt nog steeds dat hij een vrij risicovol bestaan leidt. Uh, we, we reageren natuurlijk nog steeds als zo'n groepje kwetsbare jagers-verzamelaars op de Oost-Afrikaanse savanne die dan, ja, in de verte hoor je die hyena's blaffen. zo'n heel, heel luguber geluid is dat. Uh. Je ziet allerlei vage schade weer. Je bent sowieso elke dag pisbang. dat de volgende dag de zon niet opkomt. omdat je ook niet weet hoe dat in elkaar zit. Dus je moet ook nog een, elke avond een dansje maken en zo. Bij het, bij het kampvuur om de zon op te laten komen. Je ziet hoe makkelijk ik afdwaal bij dit soort van beschouwen. Dus ja, we, zijn, uh, we hebben nog steeds een inborst. Die, die ons, laten we zeggen, voortdurend waarschuwt voor gevaren. En, en nu zijn er van allerlei gevaren, dat kunnen Spaanse vrachtwagens zijn die plotseling de dijk afrijden, zo. Maar eh, die zijn toch, laten we zeggen, in minder aantal, groot aantal in de moderne samenleving aanwezig dan in Oost-Afrika op die savanne. Al zullen sommige mensen zeggen, de klimaatcrisis. Eh, nou ja, er zijn allerlei crises die ons bedreigen. Maar ik heb ook wel het gevoel dat er, dat er een soort... soort Paniekstemming heerst, waarbij je denkt, kom op jongens, dat, dat ja, het kan zijn dat ons dat allemaal een hoop geld gaat kosten. Het kan inderdaad tijdelijk heel vervelende nevenverschijnselen veroorzaken, maar we zijn schat hemelrijk. We hebben wat te besteden. We kunnen als land lenen naar harte lust. Ik ga er even vanuit dat, dat, dat dit type van crisis niet, niet eindeloos zal duren. De, de, de inflatie is verdomd vervelend, zeker voor mensen met een kleine beurs, dat spreekt voor zich. Die inflatie wordt grotendeels veroorzaakt door energieprijzen. We mogen ervan uitgaan dat we nu even te maken hebben met een crisissituatie. Niet waar? En dat we in principe ook op lange termijn waarschijnlijk niet zulke goedkope energie zullen kunnen gebruiken. Als die Russische energie, die naar ik begrepen heb werkelijk spotgoedkoop was voor wat het was. Nou goed, dat zijn we kwijt. Dat kan ook positieve gevolgen hebben, daar hebben we het ook over gehad. Het kan ook ons dwingen om iets sneller ons aan te passen aan een, een lager energieverbruik. Of, of een iets moeizamer of iets duurdere energieverbruik. Dat kan. Maar om nou meteen de paniekvlag weer te hijsen. Waarom zijn we toch zo'n wonderlijke. Waar, waarom is hysterie toch zo'n zo ja, min of meer normaal maatschappelijk verschijnsel geworden? Dat blijft toch een beetje gek. Hmm. Maar ik sprak vrijdag ondernemers bij een evenement en die, die waren was ook in paniek bij. Nou ja, die zeiden we, had, we hebben de coronacrisis gehad, ja. dat is nu redelijk onder controle. Ja. Nu hebben we weer te maken met ontzettend hoge um, uh, energieprijzen, dus, zo uh, is het maar net. Een nieuwe crisis. Dus ze zeggen ja, we oh, hebben ook ja, wel redelijk negatieve Dat Ja, op dit moment is het een crisis, maar het kan heel goed uh, opgelost worden op lange termijn. En tegelijkertijd hebben wij gehoord dat het aantal watts per vierkante meter in Nederland, ik geloof dat de afgelopen zomer 249 was. En nou ga even nadat je dus elke vierkante meter van Nederland heeft 249 watt energie gekregen. In, alleen maar in deze zomer. Hè? Dus ja, gebruik dat wat efficiënter. We moeten dat traject toch doorlopen, niet waar dat we zonne-energie gaan gebruiken of andere vormen van niet-fossiele energie. Eh, misschien wordt dat wat versneld door die. Maar crisis, crisis, crisis. Het is toch een wonder dat we dat ten aanzien van die COVID in, in no time, binnen een jaar, hadden we een behoorlijk vaccin. Zelfs meerdere behoorlijke vaccins. He? Maar daar, dan, dat, dat vinden we dan ineens, terwijl de voorspelling was, het zou twee jaar duren voordat we een behoorlijk vaccin zouden hebben. Dan is het één jaar en dat doet iedereen. Ja, wat zit er dik in? Eh, ja, maar spreekt voor zich? Nee, helemaal niet. Het is een niet nietwaar. Wat een product is van de vorderingen van de medische en biologische wetenschappen. Dus ja, dat, steeds dat licht-hysterische dat dat licht ondertoon. Ik moet altijd denken aan die jonge vrouw die mij, ik heb het al verteld, of meerdere malen zelfs. Het was een vijftigjarige huwelijksviering. En die mevrouw die sprak mij zorgelijk aan. En die zei tegen mij, meneer Vosem: wanneer, wanneer komt het einde van de wereld? Ik zei: oh, mevrouw, je hoeft ze voorlopig geen zorgen te maken. Tegen die tijd ben ik in ieder geval dood, maar u zult zien, het zal met het einde van de wereld nog wel meevallen, denk ik, eerlijk gezegd. Ja, het, eh, kunnen we de boel beter organiseren? Ja, Hebben we, heeft de Nederlandse overheid, traditioneel en betrekkelijk efficiënte en niet al te grote overheid, er de afgelopen twintig jaar een zootje van gemaakt. Ja, dat moeten wij kennen. Laten we er iets van opsteken laten we zeggen, dit moet beter georganiseerd worden. Hou op met die achterlijke toeslagen op elk denkbaar terrein. Ook zo'n liefhebberij van de Kamer. Overal zijn toeslagen voor. Toeslag voor dit. Waarschijnlijk krijg je ook een toeslag omdat je je auto gebruikt als studiootje. je <laughs> wil ook eens vragen: kan ik geen studiootjes toeslag krijgen van de overheid? En dan krijg je hem en dan krijg je drie jaar later bericht dat je alles in één klap terug moet betalen, want het gold alleen voor Franse autootjes. Niet voor Duitse autootjes. <laughs> nou ja, het, het, het wijst zichzelf in feite. Ik vond een treffend stuk in de krant. In een ingezonde stuk van iemand die zei: van... We zijn in staat om met Lowlands een stad uit de grond te stampen. En wat dat festivalterrein is te vergelijken met een stad. Een met vergelijking met, met nou, middelgrote steden in Nederland. En in Ter Apel krijgen we de boel niet opgelost. Nee, dat is heel treurig. Nogmaals, je hebt het vare vermoeden. Opzet, nalatigheid, gewoon wel bewust de andere kant op kijken. Natuurlijk had dit veel eerder aangepakt kunnen worden. Maar er stond ook ergens van, van ze hadden die paniekberichten eerder moeten uitzenden. Nou ja, iedereen wist het al. De media hadden er uitgebreid al maanden over bericht bij mij weten. Nee, het is, het is die wonderlijke trage incompetentie die in ons overheidsgedrag geslopen is. He? Denk nou dat gefladder over die stikstof, maak er werk van. Eh, of het dan nou precies wordt opgemeten, ja of nee, we weten dat er werk van gemaakt moet worden, dat weten we al decennia. Dat weten die boeren net zo goed als alle anderen in Nederland. Is dat, is dat goed gecommuniceerd en zo? Ongetwijfeld niet, dat kan beter. Niet waar, maar het is ook niet zo dat, dat die boeren dus eh, met, met een, met een uh, arme dierenzakcentje weggestuurd worden. Al geloof ik dat uh, Brussel het niet goed vond dat ze gecompenseerd werden, maar daar zou wel een omweg voor te vinden zijn. Pak het aan, begin ergens. Hè? Ja. En ook weer die, die ellende dat dat dus aan die provincies is toebedeeld, die maatregelen. Doe dat niet. We weten nu van die WMO, die decentralisatie van de WMO, wel een rampzalige resultaten dit soort van beleid geeft. Het is een wonderlijk idee dat je in een piepklein land als Nederland in feite een stadstaat. Met een, met een soort van, van parkrand, zo zou je het het beste kunnen noemen, dat je daar voortdurend alles aan het decentraliseren bent. Hè? Denk ook aan de ruimtelijke ordening. gedecentraliseerd naar de gemeentes die er een zootje van gemaakt hebben. Niet waar, nou moet het weer terug. Uh, nee, het is... Het is uh... Rutte, doe er eens wat aan. Hè? Maar, maar is dat niet te makkelijk dat we steeds naar Den Haag kijken? Als je bijvoorbeeld Ter Apel pakt, moet je ook niet eens kijken hoe solidair wij als Nederlanders nou zijn. Zeker. Maar zo, je kunt niet van, van, van elke Nederlander verwachten dat hij een, een vreemdeling in huis neemt. Dat kun je niet verwachten. Dit is overheidsbeleid. Hè? Het is ook niet, je kunt ook niet van elke Nederlander verwachten dat hij de, de verkeersregels verandert op eigen houtje. Of... Nee, daar heb je een overheid voor. Nou ja, de Forum voor Democratie wil een eigen schoolsysteem beginnen. Je moet er niet aan denken wat die kindertjes gaan leren, maar goed. Ik, zal, ik vermoed dat de inspectie er goed op zal letten. En nou, de mensen van dit soort van, van, uh, particuliere initiatieven komt niet zo verschrikkelijk veel van terecht. Denk even aan de iPad-school die, die ook een, een stille en roemloze dood gestorven is. Uh, nee, dus, uh, nee, ik vind dat dat, dat, dat dat is aan de overheid. Nogmaals, we hebben evenveel inwoners als de stad Wuhan. Hè? Als je dan natuurlijk alles gaat decentraliseren, vaak naar, naar betrekkelijk kleine organisaties, kleine gemeentes die geen raad weten. Provincies zijn geen enorme uitvoerende instanties. Dat weten we toch. Ja, maar ik heb het niet over. Het is ook een soort gemakzucht hè, die, die, die er ingeslopen is. Je hebt een probleem, zeg je ja, we hebben een probleem, het moet opgelost worden. Ja, sorry, de overheid moet kleiner en zo. Je overheid, daar ben ik zo'n last van, die loop je altijd voor de voeten. Naar de, naar de, over de schutting naar de provincies. Over de schutting naar de gemeentes. Dit gaat allemaal over de schutting. Hè? Je ziet Rutte staan met zo'n pet op en een fluitje. Over de schutting. Hè? Je komt je melden bij Rutte. Over de schutting. Hè? Ja, als je al het over de schutting gooit, dan moet je er ook ervan uitgaan dat het deel zo'n zootje wordt. Ja. Maar goed, dat is, dat is het politieke aspect. Het en hou op met dat zeiken dat die overheid te groot is of je voor de voeten loopt. Was, de Nederlandse overheid was helemaal niet te groot. Dat is kletskoek, eerste klas. Ja. Maar ik heb het niet zozeer over mensen, Nederlanders die vluchtelingen in huis nemen. Maar we, zijn ook, we staan ook uh, op onze achterste poten als uh, om de hoek een, een centrum. Ja, NIMBY, not in my backyard. Dat is een bekend fenomeen. En als dat al te uitgebreid is, dan moet je mensen dwingen om. Uh, ja, dan is, is dwang van de overheidswegen. Ja, is dat erg? Nee. De overheid dwingt ons ook om ons aan de verkeersregels te houden. Doen we dat niet, dan worden we bekeurd. Eh? Ja. Toch... Nou ja, niet altijd in de handhaving laat veel te wensen over, maar goed, je wordt bekeurd. Het, het, als je geen belasting betaalt, word je opgepakt. Eh? Als, jij, als jij dus nu, ik weet niet, dat is nu al geweest, maar volgend jaar denk je, ik heb er echt schoon genoeg van. Die belastingbetalerij, alle vrouwen dus is. bel met een adviseur, zeg wat zijn de meest gangbare methodes om de belasting te ontduiken. En is van, nou ja, dat is dit of dat, maar toch is risico verbonden. Maar jij zet geen relul, de beuk erin. Ik schrijf een brief aan de inspectie, beste inspectie, ik heb er echt genoeg van, ik betaal helemaal geen belasting meer. Staat stil, stop, klaar. Ja, de beste oplossing is dat je vuist naar de Bahama's. Dit programma, dat weten we nu, kan ook via de Bahama's worden ja, gemaakt, ja. in principe. Het kon ook uit Wyoming worden gemaakt, dus dan moeten de Bahama's ook tot de mogelijkheden boeren. En dan hoef je daar geen belasting te betalen. Of vrijwel geen belasting te betalen. Ja, maar goed, het is zo. Ook... Maar als je het hier niet betaalt en je blijft hier, dan word je gestraft. De overheid hangt van dwangmaatregelen aan elkaar. Je hebt ook heel veel mensen. De zogenaamde vrije jongens. Hè? Familie Engel, vrije jongens. Ja, nee, we houden ons niet aan de regels. Die zijn voor andere mensen. Vaak denk ik dat ook, maar goed, ik, ik hou me dan toch maar aan de regels vervolgens. Ja, maar hoe verkleinen dat de Nederlanders zo boos worden als die, die mensen bij hun om de hoek komen? Want dat hebben in een kleine doorgenomen. Omdat ze, ze denken dat ze overlast geven, dat is het hele eieren. En omdat ze denken dat het de verkrachters en moordenaars zijn. Hè? Ja, we denken aan dat AZC, of wat was dat in Friesland, waar die. Maar dat meisje vermoord in het weiland werd gevonden, en na jaren, jaren, jaren en jaren bleek het gewoon een boer van om de hoek te zijn die het had gedaan. Je hoort ook heel vaak dat als het dan toch komt, en daar worden personele relaties gevormd, en ze worden uitgenodigd, en ze komen kijken, enzovoort, enzovoort, dat het ze allemaal 100% meevalt en dat het met de klachten snel gedaan is. Wat je misschien niet moet doen, is dat je 800 mensen onderbrengt in een dorp van 275 inwoners. Dat kan ik me nog eens bij voorstellen. Je hoort nooit van de grote steden dat daar vreselijke protesten zijn tegen. Toen was in Amsterdam, die hoort het in 2015, waren er meer mensen die deze welkomst wilden heten dan, uh, dan vluchtelingen. Mm. Uh, in, die, in die beroemde vluchtelingencrisis van toen. Uh, de Weerschaffendas-crisis, zal ik maar zeggen. Hebben die Duitsers het geschaft? Ja, zeker hebben ze het geschaft. Zijn er her en der natuurlijk ongelukjes gebeurd? Fricties geweest? Natuurlijk is dat zo. Alle grote immigratiebewegingen veroorzaken frictie. Maar ze kunnen ook heel nuttig zijn. We hebben in Nederland een hele gespannen arbeidsmarkt. Dus ik zou zeggen: denk aan die arme Engelsen waar we het over gehad hebben. Die zitten met een enorme tekort bij te plukken van aardbeien, zag ik. Ja. Maar moet je dan niet gaan denken aan andere dingen? Dat je bijvoorbeeld Nederlanders uitnodigt om eens te gaan kijken in zo'n... Uh, ja, dat zou ze misschien moeten doen. Dat willen ze dan waarschijnlijk ook niet. Wat ik ook vrij kwalijk vind, is dat ze ook kinderen gebruiken bij die demonstraties. Dan moet je kinderen daar niet voor inzetten. Ja, laat die kinderen wachten tot ze 18 zijn. En laat ze dan zelf eens bedenken. En als ze dat mee willen doen, dan staat het ze vrij om mee te doen. Maar die, die, wat, wat die, zag je die plaatjes van die kinderen van 5, 6, 7 jaar oud. Ik vind dat de kindermisbruik. Hè? Ja. Kinderen mogen niet werken, maar ze mogen wat mij betreft ook niet demonstreren, want je weet dat ze dat niet zelf verzonnen hebben. Ja, en hier in Utrecht hebben ze bij de Voorveldse Polder hebben ze volgens mij een horecatent, hebben ze uh, omgedoopt tot uh, asielzoekerscentrum. Dus oh. die zitten daar. Dus die horeca uitwater die is weg, die is uitgekocht waarschijnlijk. En dat is nu een, een terrein met, uh, met asielzoekers. Hm. Die zitten daar. Ik wist het niet eerlijk gezegd, maar ja, dat komt ook nooit. Dus, uh... Nee, langs die N-weg is dat, zeg ja. maar, richting de Berekak. Ja, ik lees ook altijd dat ik hier in mijn beschermde rijke huisbuurt dat ik makkelijk praten heb. Maar ja, zo zit het. Uh... Wat, wat verwachten ze dan precies van mij dat ik in een, in een afbraakwoning in, in een dorp in Friesland ga wonen of zo? En misschien denken ze wel van Rossum neem nemen ook eens eventjes een asielzoeker in huis. Ja, ik denk er niet over, eerlijk gezegd. Waarom niet? Ik heb ook geen student in huis, omdat ik uh, dat, vind dat een beperking van mijn privacy. Het zou een mooie boel zijn. We hadden na de oorlog dat was een vrij grote schaal. Er was ook een wettelijke regeling voor een kwartiering. Dat de, natuurlijk de woning ook zo gigantisch groot was op dat moment dat dat gebeurde. Nou ja, dat, dat, onder omstandigheden kun je daar begrip voor hebben, maar die omstandigheden zijn, zijn daar helemaal niet naar. En we kunnen dat probleem best op. Nogmaals, het is niet zo dat we in, in Ter Apel worden overlopen door honderdduizenden vreemdelingen. Nee, helemaal niet. Het beeld ontstaat wel een beetje. Het ja? is een geringe groei van wat er was. Dat ja. is er. Ja, maar als, je... als ik de krant, uh, weet, ik heb de Zaterdagkrant braaf gelezen, en daar wordt dat gezegd, dat het allemaal nogal meevalt. Ja. Het zal wel weer de mainstream media zijn, natuurlijk, die alles bij elkaar liggen. Ja, maar als je hoort dat ze dus weer, weer een nacht buiten hebben moeten liggen in het ja, gras. Ja, maar goed, dat is incompetentie van onze overheid. Jij hebt een goed voorbeeld gegeven met die festivals. Dat kan dus kennelijk wel. Het gaat daar om tienduizenden mensen, als ik het wel begrepen heb. Ja, in Weddinghuis is dat, ja. Ja, kijk aan.